Een geparkeerde auto in de Vogelbuurt in Dordrecht is in de nacht van maandag op dinsdag bijna volledig uitgebrand. Het vuur ontstond rond middernacht in de Aalscholverstraat, ter hoogte van de Noordendijk. De brandweer was er snel bij, maar kon het voertuig niet meer redden. Van de witte Mercedes bleef maar weinig meer over. Het blussen duurde nog zo'n 10 tot 15 minuten. Daarna meldde de geschrokken eigenaar van de auto zich. Omwonenden, onder wie een meneer die net zijn hond aan het uitlaten was, vermoeden dat er sprake is van brandstichting.